Maar de club was gewoon failliet. Ja, jezus. Shit, dat was weer de pissuur gegaan. Ja! ADO Den Haag bestaat 110 jaar. Op 31 januari 2015 wordt dat gevierd met een groot jubileumfeest in het Kyocera Stadion. We gaan terug naar de afgelopen 10 bewogen jaren van de club. ...23 november 2005, de dag dat in het Voorpark, het industrieterrein rond de A4 en de A12 aan de rand van Den Haag, de eerste paal wordt geslagen voor het nieuwe onderkomen van ADO Den Haag. Een nieuw stadion dat er moest komen. Wanneer je samen stad wil zijn, dan moet je ook kijken naar die activiteiten waar bewoners, jong en oud, plezier aan hebben. En daar behoort het ADO Stadion bij. En die outfit in het Zuiderpark was niet meer van deze tijd, gaf allerlei problemen. En dan is er een logische conclusie, nieuwbouw. Nou, dat ging niet van een leien dakje, want je moet anderen overtuigen. En we moeten het financieel natuurlijk wel op een verantwoorde manier doen. En dat had nog wel eens wat voetangels en klemmen tot gevolg. Hebben we allemaal kunnen oplossen. Dus ik was zeer opgelucht dat de paal de grond in ging. Dat was zoiets van, dit kan niet meer worden afgenomen, straks staat er een nieuw stadion. De eerste paal voor het nieuwe stadion wordt 2,5 jaar later geslagen dan gepland. Omwonenden tekenen om milieuredenen een beroepsprocedure aan bij de Raad van State. En supporters willen niet weg uit hun geliefde Zuiderpark. Waarom wilde je niet weg? Ja, omdat ik al mijn hele leven in het Zuiderpark kwam. En daar heb je gevoelens bij. En iedereen, supporters van ADO, die wonen ook een beetje om het Zuiderpark heen. Dus en nu gaan we naar een buitenwijk en dan... Ja, wij waren bang dat het niet gezellig zou worden. Nou, er zijn onderzoeken geweest, hebben we ook naar gekeken, naar de mogelijkheid om dat stadion op die prachtige locatie in het park te houden. Dat hadden we eerlijk gezegd heel graag gewild, want zo midden in de stad vind ik eigenlijk dat een voetbalstadion zou moeten liggen. Toch kon dat toen niet, omdat de mogelijkheid van groeien daar zo beperkt waren. En laten we eerlijk zijn, de veiligheidsaspecten speelden een grote rol. Het beheersen van de grote bezoekersstromen, waarvan niet iedereen zich aan de regels hield, was heel moeilijk daar. Nou ja, simpelweg een totaal niet meer van deze tijd infrastructuur in het Zuiderpark. Een stadion wat uiteindelijk niet meer bij deze tijd hoort. En dus ook totaal niet meer geschikt om op eredivisieniveau veilig en comfortabel mensen te ontvangen. Met de verhuizing wil de club groeien, vooral sportief. En daar heeft de architect rekening mee gehouden bij het maken van het ontwerp. Dus voor ons is heel belangrijk dat die spelers in een, zal ik maar zeggen, topsport mindset, in een soort flow kunnen komen. Dus die moeten helemaal voelen dat dat ding ook voor hun gemaakt is. Maar het publiek, die moet er ook dicht op kunnen zitten, heel dichtbij. Dat is, zo hebben we het ook gemaakt, dat het publiek heel dicht bij het veld kon komen. Vanwege veiligheid hebben we daar wel een soort hoogteverschil in gemaakt, zodat je niet te makkelijk het veld op kon rennen, zal ik maar zeggen. Maar dat publiek moet heel dicht bij die voetballers kunnen zijn. Op een bepaalde manier zijn ze zelfs een vorm van doping. Hè. Ze stuwen het op, de topsporters, naar een prestatie die ze zonder dat publiek niet zouden doen. Dus ik denk dat dat eigenlijk de twee stappen zijn. Topsport, gevoel, flow voor de spelers. En intiem en met elkaar zo dicht mogelijk bij die spelers. Dat is eigenlijk een soort startpunt waar we mee beginnen.
Ik had nooit kunnen denken dat ik van mijn leven ooit zo hard voor een voetbalstadion zou lopen. Maar ik heb het gedaan en ik heb het met overtuiging gedaan. En de aanhangers van ADO en de stad heeft daar recht op dat men daar een goede voorziening heeft. Het Eredivisie-seizoen 2006-2007 is het farewell season van ADO Den Haag in het Zuiderpark. Maar een dramatisch seizoen. Het eerste dieptepunt is op 19 november 2006, thuis tegen Vitesse. De corner van Vitesse en de vrije man is Esaias. En in de kluts gaat die bal erin en zo staat het 0-3. Frans Adelaar, zijn dagen lijken geteld. Ja, de angst zal het er ook wel zijn, want men vecht zich een weg naar binnen en de wedstrijd wordt stilgelegd nu. Omdat de hoorde Haagse fans zich een weg aan de andere kant van het stadion naar binnen wanen. Ja, dit loopt volledig uit de hand. De eerste supporters nu op het veld. Michael Mons probeert nu de fans tegen te houden. Kolk doet hetzelfde. Afgrijzelijk wat er hier vandaag in Den Haag gebeurt. Ik leef altijd in de veronderstelling dat ik de eerste was die gasten het veld op zag komen, over de hekken. Ik weet nog dat ik was vlak naast de dugout van ons. Je wist al dat er was al wat rumoerigheid in het stadion natuurlijk tijdens de wedstrijd. Ik zag op een gegeven moment de eerste gasten het hek overkomen en ik stond vlak voor de dugout. Dus ik schreeuwde, ik wist meteen, ja, dat is natuurlijk ook gemunt op Frans Adelaar. Mark de Vries die zat op de bank, nou, wel bekend dat hij redelijk groot is. Dus ik schreeuwde gelijk van, ga voor de trainer staan of zoiets maakte. En ik van, let op de trainer. Je zag Frans trok gelijk wit weg. Het hele elftal dook erin alsof iedereen moest beschermen. En onze trainersstaf en de spelers van Vitesse. Want stel je voor dat een speler van Vitesse aan werd geraakt en die doet ook iets terug. Ja, dan had je een slagpartij gehad natuurlijk. Het publiek krijgt wat het wil. Frans Adelaar stapt op. Lex Schoenmaker wordt interim trainer. En onder zijn leiding is de eerstvolgende wedstrijd uit bij FC Groningen. Santi Kolk, ja, dan zit ook alles mee. Kolk dan met de beslissing nog altijd. En hij maakt het dan helemaal af. Dan schiet ADO naar 5-2. En de eerste nederlaag van FC Groningen in de competitie. In het eigen Euroborg is aanstaande. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is... Ja, Groningen uit, verwacht je niet dat je daar even makkelijk met 5-2 wint. We waren al tevreden met een gelijk spel. Maar we hadden wel, wat ik wel aan die wedstrijd kon herinneren, was dat we tactisch een soort van plan hadden om Groningen echt te bestrijden. En dat pakte echt perfect uit. Een schokeffect, maar van korte duur. ADO Den Haag staat in dit seizoen voortdurend op de onderste plaatsen. En krijgt op 14 april 2007 de genadeklap in de thuiswedstrijd tegen Rode JC. ADO Den Haag is gedegradeerd. Het is 0-2 bij ADO Roda. Jezus, ik krijg gewoon een beetje een soort van kippenvel. Wat normaal bij leuke, spannende dingen komt. Maar nu toch, die gevoelens komen toch een beetje terug. Dat is het ergste wat je mee kan maken als je uitkomt voor een club natuurlijk. En helemaal een club waar het allemaal begonnen is voor je. Voor mij persoonlijk dan. En zo waren er natuurlijk nog meer jongens die daar toen speelden. Wesley Verhoek, Eljo Elia, Ferry Bodde. Dat was echt... dat was verschrikkelijk. Het is afgelopen in het Zuiderpark in Den Haag. Goals van de Vouw en Meeuwers betekenen 3 punten voor Roda. En normaliter met het resultaat in Rotterdam van Excelsior RKC. Degradatie van ADO uit de Eredivisie. Het zit erop. 3 speeldagen voor het einde gaat ADO terug naar waar het in 2003 nou net uit tevoorschijn kwam. De Jupiler League. 15e, 14e, 15e. Dat zijn de 3 voorgaande seizoenen voor ADO Den Haag. En vanavond 18e en vast op de laatste plek. In één klap besef je dan dat er geen Eredivisie voetbal is in Den Haag. Dat is een hele harde klap geweest voor iedereen, weet ik wel. Want als je wel eens nu jongens nog tegenkomt door de jaren heen waarmee we toen speelden, dan heb je het altijd nog daarover dat toch een hele smet op ieders carrière is.
De laatste wedstrijd ooit gespeeld in het Zuiderpark is op 22 april 2007. ADO Den Haag is al gedegradeerd en speelt tegen FC Groningen. Supporters nemen tijdens de wedstrijd al afscheid van het stadion. Vanwege afgestoken vuurwerk wordt het duel vroeg in de tweede helft gestaakt. Ja, dat was echt toch, ja, ondanks dat ik zelf een stap hogerop maakte in mijn voetbalcarrière, was dat echt een klap die, nou, zoals je nu ook merkt, die toch moeilijk te boven komt. Met een traan neemt ADO Den Haag afscheid van haar Zuiderpark. Ne quitte pas, il faut oublier tout, de s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Juli 2007, het nieuwe stadion wordt geopend. Everybody look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Het eerste officiële doelpunt in het nieuwe stadion wordt gemaakt op 27 augustus 2007. In de eerste divisie tegen Cambuur Leeuwarden. Lex Immers scoort. Ik zag Meritje bij de tweede paal, zag ik hem lopen met die bal. En ja, ik denk, ik trek helemaal weg en ik was los. En ja, dan komt die bal eraan, hij is lang onderweg. En ja, je ziet hem op je afkomen. Ik denk, ja, hoe ga ik hem nemen, met de voet of met de kop? Ik denk, nou ja, ik ga met mijn kop er naartoe. Dan ga ik met mezelf goal en al in. Huppatee. Ik denk, als hij er maar in gaat. Ik neem aan dat het voor de jongens natuurlijk ook, en zeker voor mij ook in de jaren daarvoor, best moeilijk was dat je zag dat ADO degradeerde naar de Jupiler League. En dan, ja, als je de eerste overwinning en uiteindelijk de verhuizing van het Zuiderpark naar het Vorenpark. Ja, en je mag het eerste doelpunt maken. Dat maakt jezelf alleen maar trots. Het is het seizoen 2007-2008. ADO Den Haag speelt in de eerste divisie en draait niet goed. Iedereen binnen de club moet wennen aan het nieuwe onderkomen. En interim-directeur John Arsbach komt er kort na zijn aanstelling achter dat ADO Den Haag grote financiële problemen heeft. Ik denk, nou, na 2 maanden kwamen we er al achter dat de financiën drastisch omlaag gingen. Er waren, om een voorbeeld te noemen, was in de begroting rekening gehouden met gemiddeld 8.000 tot 10.000 toeschouwers. En we hadden er maar 3.000. Dat was echt het maximum in dat grote nieuwe stadion.
Dus we kwamen er al vrij snel achter dat als we op die voet door zouden gaan, dat we toch aan het eind van het seizoen tegen een verlies van zeg maar tussen de 7 à 10 miljoen zouden kunnen gaan aanlopen. Kijk, we gingen de Jupiler League in toen met een begroting van 10,5 miljoen, weet ik nog. Alleen ja, in de praktijk bleek dat er maar 7 miljoen binnenkwam. Want net wat ik zeg, ja, je kan op papier is geduldig. Dus als je alle boxen, als je er een bedrag aan koppelt, dan komt dat geld wel binnen. Alleen in werkelijkheid is er dat seizoen 7 miljoen binnengekomen van die 10,5 miljoen. En is er in plaats van 10,5 miljoen is er 16 miljoen uitgegaan. Dus. Nou, het werd eigenlijk zorgelijk zo rond december. Toen merkten we dat we bijvoorbeeld tegen een punt aanliepen dat we de salarissen voor het personeel en alle spelers niet meer zouden kunnen gaan betalen. En toen begonnen we ons wel te knijpen van hoe gaan we dit rechttrekken. De lijken vallen uit de kast. Nou ja, ik denk dat zelfs de lijken al verkocht waren uit de kast. Ik wist dat er iets moest gebeuren. Ik wist dat er mensen niet meer bij Aden Haag konden blijven op kantoor. Dat was duidelijk. Ik heb nooit gedacht, Aden Haag redt het niet. Nee, nooit. Maar de club was gewoon failliet als je ging kijken. Er was geen geld. Er was niet eens geld om de veiligheidsmensen te betalen die de volgende wedstrijd moesten begeleiden en dat soort dingen. Dus eigenlijk was het gewoon klaar. Dus. De gemeente had bij melden van de sportwethouder Sander Dekker al gezegd van de gemeente gaat absoluut geen geld meer inzetten voor ADO Den Haag. Dus we moesten de particuliere markt op. Dus we hebben toen zeg maar gekeken van ja, hoe kunnen we de aandelen die toen nog bij een van de oudere bestuurders lag, hebben we gezegd van ja, kunnen we die gaan verkopen en kunnen we kijken of we particulier geld kunnen aantrekken om de financiële positie van ADO Den Haag te versterken. Heb je ook gevreesd voor je baan? Dat doe je altijd. Als er gereorganiseerd wordt, dan moet je niet uitsluiten dat je vervolgens zelf ook tot de groep medewerkers behoort die ontslagen wordt. En dat is in mijn geval gelukkig niet gebeurd. Maar bij anderen wel. En dat heeft indruk op mij gemaakt. Ja. Dus toen werd er inderdaad geroepen in overleg met de Raad van Commissarissen. We zoeken een cowboy met geld. En toen heb ik, maar die is al vaker besproken, een sms'je uitgestuurd naar Mark van der Kallen. Mark van der Kallen was commissaris in mijn bedrijf. Toen sms'te ik terug van nou oké, ik zadel mijn paard en ik kom eraan. Dus heb ik Mark gevraagd of hij mee wilde helpen. Niet zozeer om gelijk zijn portemonnee te trekken om te storten. Maar het is wel Mark zijn kunstje om bedrijven te herstructureren en proberen weer gezond te maken. Die kapitaalinjectie was wel heel erg belangrijk. Want als die op dat moment niet gekomen was, dan hadden we naar de KNVB moeten gaan en zeggen van joh, dit gaan wij niet meer redden. Wij moeten onze licentie aanbieden. Nou, ik had in ieder geval uitgerekend wat echt het financiële gat was. Wat er bij ADO aan geld nodig was om überhaupt de club te laten overleven. Dat was op korte termijn een miljoen. Klopt, dat was eigenlijk acuut zonder dat er een plan uitgewerkt was. Hè, zonder dat de overeenstemming met de gemeente of de toenmalige aandeelhouders was er een miljoen nodig. Want anders konden de salarissen eigenlijk niet meer betaald worden. De exploitatie van een maand lag ongeveer op dat bedrag. Dus om überhaupt een maand tijd te kopen om te overleven was dat bedrag nodig, klopt. En structureel, mijn plan ging wel uit dat er 8 à 9 miljoen überhaupt op tafel moest komen. Om de club te kunnen laten overleven. ADO Den Haag eindigt het matige jaar in de eerste divisie als zesde, maar speelt wel na competitie. De play-offs beginnen met een tweeluik tegen Go Ahead Eagles. In Deventer wordt het 1-1. Maar thuis maakt de Haagse ploeg van trainer Wiljan Vloet het af door met 3-0 te winnen. Waaronder deze van Richard Knopper. Kijk hoe ik het ervaren heb, was het gewoon veel lastiger dan dat ik verwacht had. Kijk, Jupiler League voetbal in die tijd en ook in deze tijd is heel anders dan eredivisie voetbal. En wat ik zeg, we hadden een selectie met alleen maar eredivisie ervaring. Ja, die waren daar gewoon niet op een goede manier op voorbereid. En misschien ook niet in staat om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen met elkaar. Toch houdt ADO Den Haag zicht op promotie. In de tweede ronde van de nacompetitie stuit ADO Den Haag op VVV Venlo. Notabene getraind door de aanstaande coach André Wetzel. Na twee duels is de stand gelijk en moet de strafschop het thuisvoordeel voor de beslissende derde wedstrijd bepalen. ADO Den Haag neemt de penalties beter en maakt het thuis af.
ondanks een matig jaar beschikt de Haagse club wel over een ervaren ploeg. En dan kwam generatie van jongere spelers, hongerige spelers. Dat waren eigenlijk op dat moment helemaal niet zo bekend. Als je ziet wat ze nu spelen, ja, ik ben heel blij om dat te zien. En eigenlijk trots. Omdat als je ziet Lex Siemers, Wesley Verhoek de jaren daarna en Meric was toen, ja, dat was echt, nu zijn ze een van de belangrijkste spelers. En zeker Lex bij Feyenoord. En Daryl Jammaat? Daryl Jammaat, ja sorry, ja, dat heb ik vergeten. Ja, dat is echt wereldtop nu. ADO Den Haag kan na afwezigheid van een jaar weer promoveren naar de Eredivisie. De finale van de play-offs verloopt bloedstollend. Maar toen stond de wedstrijden tegen RKC, zeg maar, die finale van de play-offs op het programma. En wij hadden op dat moment, ik denk, een flow te pakken als team. Ook met de jongens die daarvoor naar de tribune waren verwezen. Die stonden er op dat moment wel. Ook Alexander Rankovic staat er in de beslissende derde wedstrijd tegen RKC. De vader van Ranko is net overleden. Verdediger is daarom bij zijn familie in Servië. Hij komt een dag voor de belangrijke wedstrijd terug om zijn ploeg te helpen. Ik moet eerlijk zeggen, ja, toen ik kwam, ik weet niet welke datum was de wedstrijd. Ik kwam een dag voor de wedstrijd tegen RKC. Ja, ik heb 2 of 3 dagen niet geslapen. Joh. Ik was echt gebroken. En toen ik wist, toen ik ging op de veld, op de warming-up, ja, ik wist, deze wedstrijd gaan we niet verliezen. Joh. Geen kans. Het werd dus een mooie middag afgelopen zondag in het stadion aan het Prins Klausplein. 0-0 ruststand, immers hier in het balbezit en die vindt Knopper. Boom, bam, in de touwen. En het stadion ontploft. En kijk eens wat een ontlading bij die spelers en supporters van ADO Den Haag. Nogmaals, immers en Knopper kopt hem in de touwen. En wat is dit dan? Een bijzonder jaar voor de Haagse voetbalvereniging. Alles hebben ze meegemaakt. En het eindigt dan mooi. Het eindigt met promotie. Meric hier. Samir Amoussaï en de overtreding. Wegenreef, resoluut. Bal op de stip. Zwarthoed op de lijn. Cornelissen faalt niet vanaf 11 meter. Dus lijkt de wedstrijd beslist. Is dit gelopen koers? ADO Den Haag met anderhalf been in de Eredivisie handstand overslag. En de vreugde bij Jurie Cornelissen. En dit is mooi. Naar Rankovic. Prachtig. Goeie sfeer in het stadion. En dan krijgt ADO vlak voor tijd nog een tegentreffer te verwerken. Invaller De Keulaar. Hij maakt hem nooit meer zo. Maar het stadion wordt dan wel heel even stil. Gaat het nog spoken? Nee, het ging niet meer spoken. ADO kwam niet meer in de problemen. Het eindsignaal en de ontlading bij de technische staf, de supporters. Van der Haar die geschorst was. En dan dit. Emoties bij Bosgaard. En Tony Dijkhuizen, de perschef. Wat gebeurde er met je toen je won? Ah, niks, ja. Ik was gemixte gevoelens. Ja, ik was blij, maar ja, ik heb mijn vader begraven, denk ik, 2 dagen daarvoor. Dus ja, heel gemixt. Kijk, ik ben kampioen van Nederland geworden. Maar als ik hier aan terugdenk, ja, dan doet dat wel wat met je. En dan is het meer omdat ik zelf natuurlijk uit deze stad kom. Alleen maar sinds ik gekomen ben tot die tijd negatieve dingen heb meegemaakt met de financiële problemen, maar ook de sportieve malaise waar we in beleefden. Ik persoonlijk met een sportieve terugslag, met blessures. Ja, en als je dan op zo'n manier, het op die manier het seizoen af kan sluiten en zeg maar de weg naar boven in kan zetten voor jezelf, maar ook voor de club, ja, dan geeft dat enorme voldoening. En dat zag je ook aan de supporters op de tribune, iedereen in die Den Haag, ja, warm hart toedraagt, ja, die was uitzinnig van vreugde. Er stonden geloof ik 500 supporters op het veld. We werden uitgekleed. Ik ging, mijn broekje, alles was uit. Ik had gelukkig een lange slidingbroek eronder. Maar anders dan, ja, dat is intense vreugde. Dus. Klopt mijn inschatting dat het hier nog steeds wat doet? Ja. Ja, tuurlijk. Want dit is als je kijkt, waar ADO had gewoon niet meer kunnen bestaan.
na een periode waarin je afscheid neemt van het Zuiderpark, hadden wij gewoon niet meer kunnen bestaan in 2007, 2008. En kijk waar we nu staan. ADO Den Haag is in het seizoen 2008-2009 terug waar het hoort, de Eredivisie. Het voetbaljaar begint voortvarend, bijvoorbeeld met een klinkende overwinning op Sparta in Rotterdam. Caracciolo Milic. Zo doen de nieuwe mannen bij ADO het goed, zoals bijvoorbeeld deze Caracciolo. 5-2. Hij kan het zelf niet geloven. Voor het eerst rolt er een eredivisiebal in dit stadion. Dit stadion zal blij zijn, want het stadion is per slotverrekening ook maar een mens. En in die eerste eredivisiewedstrijd in het nieuwe ADO-stadion wordt het AZ van Louis van Gaal verslagen en is de Haagse ploeg zelfs koploper. Paas van Koem op Caracciolo. Als hij een schietkans krijgt, neemt hij hem waar. Kijk maar. En hij is erin ook. Knopper. Claimt het doelpunt. Het is ook het seizoen dat Rick Hogendorp bij ADO Den Haag zijn laatste wedstrijden als profvoetballer speelt. Nu is hij commercieel medewerker bij de club en treedt Hogendorp ADO Den Haag onder 18. Hij scoort 100 eredivisie doelpunten in zijn carrière. 95 voor RKC en 5 voor ADO Den Haag. Eind 2008 staat de teller op 99. Maak mijn 99ste uit tegen NAC ook. Stond ik na mijn hernia-operatie voor het eerst in de basis. Soltani. Met de Graaf. Ja, dat is niet echt een rechtsback. En Hogendorp scoort. Ja, daarna nog 4 wedstrijden gespeeld. Maar toen had ik wel inmiddels een shirtje laten drukken door Ruud Mansveld. Met 100 erop. Dus ja, die heb ik een paar weken aangehad. Na de winterstop kwam ik weer op de bank terecht. Ja, dan hoop je toch dat je nog weer wat kansen krijgt om eventueel die 100ste te maken. Want ja, je wilt toch niet in je carrière, net zoals Nikos Maglas, op 99 blijven staan in de Eredivisie, hè, met de doelpunten. Het 100-shirt draagt Hogendorp bijna 3 maanden tijdens iedere wedstrijd. Maar de 100ste valt niet. In de thuiswedstrijd tegen NAC gebeurt het. Een minuut of 20, 25 minuten voor tijd. 0-1 achter tegen NAC. En ik mocht invallen, weet niet meer voor wie. Maar in ieder geval, wedstrijd, doe je ding en probeer die gelijkmaker te maken. Nou, dan krijgen we een kwartier voor tijd een vrije trap. Een metertje of 2,23. En toen zei ik gewoon, ik neem hem. Je weet altijd hoe het gaat. Iets meerdere willen nemen. Ik zei, nee, ik neem hem. Dan moet hij in de korte hoek. En hij gaat in de verhoek. En hij verrast dan Meter Rauwelaar. Het is een mooie goal. Het is een onderste. Maar hij mag er natuurlijk nooit in. Uitgerekend hij. Dat is dan weer zoiets dat alleen in de sport en in dit geval in de voetballerij kan gebeuren. Nou ja, het besef nu je alweer een jaar of 6 gestopt bent is natuurlijk wel steeds groter. Want laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat er snel nog spelers zijn die de 100 in de Eredivisie gaan maken. Want als je er tegenwoordig natuurlijk 2 jaar achter elkaar 15 maakt, dan word je verkocht naar het buitenland. Dus ik weet niet of er nog zo snel 100 spelers zijn die 100 doelpunten in de Eredivisie gaan maken. Rick Hogendorp, 100 doelpunten in de Eredivisie. Maar welke was de mooiste? Dan vind ik het wel de goal tegen Utrecht na mijn terugkomst uit Duitsland. Dat je dan meteen in je eerste wedstrijd weer 1-1 maakt. De Loge op karakter. En Kolk aangespeeld. Alle moeite voor Kolk tegen Pieters. Maar hier doet hij het perfect. Kolk, Hogendorp met zijn eerste goal weer voor ADO Den Haag. Het is 1-1. Wat een rentree voor Ricky Hogendorp. ADO Den Haag Ajax, 4 april 2010. Het is de eerste wedstrijd onder interim-trainer Maurie Stijn na het ontslag van Raymond Attenveld. Bij een 0-0 stand krijgt de thuisploeg een keepersprobleem. Terwijl Zwinkels nu weer zwaar gewond ter aarde is gestort. Vol op de schouder. Suárez raakt de bal. Zwinkels ook, maar ik denk Suárez als laatste. En Zwinkels heeft heel veel pijn. En dat betekent einde verhaal voor Zwinkels. 1-0. De Zeeuw en weer 1-0. Dat ziet er aardig uit. En dan De Zeeuw over.
Mooi uitgespeelde aanval van Ajax. De beste van vanmiddag qua uitspeler dan. En dan ligt de Zeeuw daar weer. En wat is er dan nu weer gebeurd? Nu is er rood. Tietenwieg krijgt rood. En dan is er een enorm probleem voor ADO. Want de doelman moet eraf. De Zeeuw schiet over. Valt dan over Dietenwieg heen. En Dietenwieg slaat dan de Zeeuw. Ja, hoe dom kun je zijn? En gaat Van den Berg de keepershandschoenen aantrekken. Ja, toen dacht ik van ik ga gewoon die goal in. En, het was wel een beetje overleg en hier en daar. En ik was aan het eind van de wedstrijd, dus ik kreeg een beetje kramp. Ik denk voor mij wel een prima moment om, om af te sluiten. In eerste instantie was mijn idee om Pascal Boschaert erin te zetten. Die komt best te keepen. Maar de spelers, De Rijk, die kwamen naar de zijk en die zeiden van laten we het in ieder geval zo staan met Pascal en De Rijk. Want we geven eigenlijk relatief weinig weg. En Rick had ook wel in zijn doel gestaan bij Kranenburg. Dus Rick zei, geef mij die handschoenen, maar ik ga er wel in. Gaan ze terug naar het eerste balcontact? Hoe was dat? Dat is wel heel moeilijk hoor. Volgens mij stopte ik een bal met mijn voet of zo een keer. En ik probeerde een corner weg te stompen, maar dat deed ik met een slap handje. Toen brak bijna mijn pols nog. Dus, het ging niet helemaal top. Maar ja, op zich ging er geen één in. Alleen die bal van Alderwereld was natuurlijk was onhoudbaar. Immers haalt nu de bal van de lijn. De inzet van Rommedaal. Alderwereld, Alderwereld. En die zit er heel fraai in, zeg. Die zit er heel fraai in. En Jol heft de armen. We hadden natuurlijk wel de overhand, maar dan wil je over de vleugel spelen, maar dat lukte niet echt. Ja, dan moet je zeker als dan Van den Berg in de goal gaat staan. Ja, ik kan ook in de goal gaan staan, dan zou ik maar schieten en dat vergaten we even, een minuutje of 7-8. Ja, en op het moment dat we het wel doen, ziet hij erin, maar ik geloof dat Jan van Bever had die bal ook niet gepakt. Ik heb hem denk ik 30 keer teruggekeken en toen dacht ik nog bij mijn eigen van waarom ging ik er gewoon niet voor? Ja, op het moment dat ik dat dacht, toen hangt hij er al in, dus alleen had ik hem nooit gehad. Maar misschien met jou erbij wel? Nee, met z'n tweeën hadden we hem ook niet gehad. Nee, met z'n drieën was ook onmogelijk. Misschien met een vierde Van den Berg erbij. Nee, met z'n vieren was het ook onmogelijk geweest. Misschien als Jan Koller hier had gestaan, had hij hem eruit kunnen koppen. Maar vier Van den Berg, die redden het niet. Kijk, ik zit wel eens, ik heb echt respect voor keepers. Als je soms als je schiet vanaf 5 meter schieten en er nog tevoren gaan leggen duiken. Ja, van mijn leven niet. Een jaar dat iedereen met een Haags voetbalhart niet vergeet. Het seizoen 2010-2011. De club wordt zevende. De beste prestatie sinds het seizoen 72-73. Vooral de winst bij Ajax op 7 november 2010 is bijzonder. Zo laat ADO daar even een mooi positiespel zien. Is hier linksback Piqué. Komt Van den Berg vrij. Gunt hij de kans aan Verhoek. En is het raak voor ADO omdat Stekelenburg er ook niet aankomt. Wesley Verhoek zet ADO Den Haag vlak voor rust op voorsprong. Geen buitenspel na zijn paas. Ricky van den Berg en dolle vreugde daar bij ADO. Voor het eerst sinds 27 augustus 1986. Een wedstrijd winnen in Amsterdam. En dat doet het omdat het scoorde in de slotfase van de eerste helft. Daar zijn blije gezichten. Verhoek is de matchwinner. En Ajax kent een dramatische week met de nederlaag in Auxerre afgelopen woensdag in de Champions League. En nu de tweede nederlaag in eigen huis in de Eredivisie in dit seizoen. ADO wint met 1-0 in Amsterdam. De overwinning op Ajax maakt veel los in Den Haag. Supporters wachten de bus al op de snelweg op. Er zijn er die een tatoeage zetten om deze bijzondere voetbaldag niet te vergeten. Onder trainer John van der Brom draait ADO Den Haag goed. Dimitri Bujekin scoort 21 maal. Wesley Verhoek maakt er 7, waaronder deze winnende bij PSV. En dan gaat Verhoek, die gaat hetzelfde doen wat hij ook al deed in Amsterdam. En die verzorgt in de extra speeltijd. ADO de winnende en 3 punten en een unicum. 20 maart 2011, de dag dat ADO Den Haag voor de tweede keer in één seizoen Ajax verslaat.
De bal valt tussen Boulikin in en Kubik. Alleen maakt de fout. En dat is de doelpunt. Van de winnende fout. Kubik scoort via een van de verdedigers van Ajax. En de variant via Vertonghen is meteen raak. Een vernietigend schot van Jan Vertonghen. De Rijk is mee, maar Boulikin is weg voorin en Ooyer erbij gekomen bij Ajax. Dus is dit makkelijker te verdedigen voor de Amsterdammers. Al is opeens daar wellicht de kans voor Immers. En die schiet die bal erbij. En schiet hem erin. Lex Immers krijgt die bal in het doel. En bij Ajax kijken ze elkaar aan. Herkansing. Bal verlengd en die valt erin. Het is 2-2. Eriksen met het hoofd. Kon hem nu wegdraaiend. Maar ook niet ongevaarlijk. De Rijk moet het doen. Doet hij het? Ja! Ajax geeft het weer weg. Hoe is het mogelijk? Het is afgelopen en Ajax verliest. Voor de tweede keer in een paar dagen tijd. Na de uitschakeling in de Europa League. Nu ook een pijnlijke nederlaag in de Eredivisie. Ja, het is fantastisch. We hebben dit seizoen twee keer gewonnen. En misschien maken ze de mensen dat in Den Haag niet meer mee. En het is extra fantastisch. Nee, twee keer gewonnen is nog nooit gebeurd. Weet je wanneer jullie voor het laatst thuis wonnen hier? Of tenminste, Den Haag van Ajax? Nee, ik zal het niet weten. Nee. 31 jaar geleden. Ja, dat is mooi dan. Na 34 wedstrijden is de club zevende en speelt play-offs om Europees voetbal. In de eerste ronde wordt Rode JC uitgeschakeld. En in de finale tegen FC Groningen eindigt de eerste wedstrijd in Den Haag in 5-1. ADO Den Haag staat met één been in de Europa League. Maar de return in Groningen verloopt krankzinnig. Nu winnen de Groningers met 5-1. ADO-supporters kijken op het Haagse Helderplein mee en vrezen voor hun Europese droom. Van Loo speelt een spelletje. Loopt even weg uit het doel. Rekt zo wat tijd. Wesley Verhoek, geen enkel probleem. Gaat de bal erin, gaan we nog even door. Pakt Coutinho hem, speelt ADO Europees voetbal. De aanloop van Matafs. En de lat. En het is gedaan. ADO gaat Europa in. En wint deze strafschoppenserie in de Euroborg. De ploeg die het weggaf in 90 minuten tijd, wint na strafschoppen. Dat gaan we met z'n allen. Want ADO is back, dus gaan we knallen. Europa, here we come. Het fantastische seizoen 2010-2011 is ook het seizoen dat het stadion van de club wordt omgedoopt tot het Kyocera Stadion. Pas in april van 2011 verschijnen de letters op het stadion. Ik moet heel eerlijk zeggen dat heb ik zelf onderschat. Want ik denk, die letters die zijn binnen twee maanden gemaakt en dan kunnen we ze erop zetten. Maar ik was even vergeten dat de gemeente Den Haag die moet daar nog wat van vinden. Onder andere ook zaken als de grootte van de letters, de hoeveelheid licht wat het uitstoot, de wind die een rol speelt. We zitten hier natuurlijk vlak bij de zee.
Nou, dat heeft allemaal invloed op die letters. En we moeten natuurlijk voorkomen dat er een letter op een gegeven moment op het veld ligt. En zeker tijdens een wedstrijd is dat niet wenselijk. Na 24 jaar is er dus weer Europees voetbal in Den Haag. ADO Den Haag heeft nog geen shirtsponsor voor Europese wedstrijden. En de naamgever van het stadion stapt erin. Men kon niet 1, 2, 3 een shirtsponsor vinden. En toen dacht ik van, nou, dat moeten we maar doen. Met Kyocera op de borst wacht het Europees avontuur. Daar hebben veel supporters jaren op gewacht. De laatste was geweest de Young Boys. En daar was ik met Bult, mijn kameraad Rinus. En daar hadden we afgesproken van, nou, de volgende keer als we Europees gaan, we leggen elke week een tientje weg. En dan, ja, dan kunnen we gewoon in de duurste hotels gaan leggen en dan hoeven we niet op patiënten te kijken. Dat heb ik gedaan. En toen kwam Europees. Ja, ik maakte me niet druk. Ik had zat geld. Mijn kameraad had ze niet weggelegd, maar ik wel. Tauras versus ADO Den Haag. Toen kregen we Litouwen. Ik heb er nooit van gehoord. Ik wist niet eens waar het lag. Ik ben zo goed met de aardrijkskunde. Ja, dat is, Litouwen is, ik vond de Young Boys was waanzinnig. Toen was ik jong natuurlijk, dus daar heb ik waanzinnige dingen meegemaakt. Maar Litouwen was echt het einde. Dat was zo'n tof, één groot topfeest. En ook dingen gezien die ik nog nooit had gezien. Politie die eruit ziet als robocops, die liepen te schieten op die Polen die ons kwamen supporten. Ik heb de gekste dingen gezien, maar ik heb ook onwijs naar mijn zin gehad. En dan merk je weer, als je met een hele club bent, in het buitenland, ja, iedereen houdt van elkaar, iedereen viert feest met elkaar. Dan zijn we echt één familie, één ADO-familie. Ja, de eerste wedstrijd speelden we uit en dat verliep al redelijk moeizaam, waarin we ook een Nederlander tegenkwamen. En we kwamen in die wedstrijd kwamen we 1-0 achter. En uiteindelijk met pijn en moeite kwamen we op 1-1. En uiteindelijk scoorde Seedorf 2-1. Dus ja, toen werd het voor ons weer heel moeilijk. Maar ja, het leek wel of dat er toen iets in de ploeg, ja, of er een knop omging. En dat er ineens ja, gevoetbald werd, gecombineerd werd. Ballen vanaf de zijkant werden voorgegeven. En ja, en uiteindelijk scoorden we volgens mij in 10 minuten scoorden we 2 keer. En scoorde ik zelfs 2 keer. Dus dat was helemaal ja, fantastisch en mooi om mee te maken. In Litouwen wordt het 3-2 voor ADO. Immers scoort 2 keer en FK Tauras schiet 1 keer in eigen doel. Ruimte met Immers voor de goal en hier is de gelijkmaker. En zo scoort Immers een Europees doelpunt voor ADO Den Haag. Immers. En 2-2. Boem. Naast Borisenko en een eigen goal. En ADO trekt vlak voor het einde van de wedstrijd de overwinning naar zich toe. In de return wint ADO Den Haag weer van de Litouwers. 2-0 wordt het in Den Haag en ADO is door. In de tweede ronde wacht de ploeg van trainer Mauri Steijn Omonia Nicosia op Cyprus. Omonia Nicosia tegen ADO wordt niet op tv uitgezonden. Dus moeten de ADO-volgers het doen met de goede oude radio. Het is echt dramatisch wat ADO Den Haag in deze fase laat zien. Nou, nu wordt er weer geschoten. Doelpunt van Omonia. Doelpunt van Christophe. Een foute paas van Christian Koem. Geeft hem zomaar aan Christophe. Ja, die loopt 10. En uiteindelijk dan als je naar de wedstrijd toe gaat kijken, denk ik dat wij daar te angstig zijn begonnen. En waarin wij eigenlijk hetzelfde spel hadden moeten laten zien en moeten doen. Zoals dat wij de thuiswedstrijd speelden tegen hun. Waarin we eigenlijk voor rust al volgens mij 3-0 voor hadden kunnen staan. En de achterstand weer recht hadden kunnen buigen. En ja, dat gebeurde niet. En waardoor wij 3-0 eigenlijk kansloos verloren in de uitwedstrijd. En ja, toen moesten we thuis tegen Omonia. Ja, dat was het een hele lastige opgave. En zeker Europees gezien, ja, er worden niet zo snel 3 goals gemaakt. Maar dan, Timothy de Rijk. De tweede helft is 8 minuten oud. Als het 1-0 is voor Den Haag. Het is de aanvoerder met de treffer. En dan is er nog tijd genoeg om meer doelpunten te maken. Den Haag heeft er in ieder geval 2 nodig om er een verlenging uit te slepen. Torenstra, een van de beste mensen bij Den Haag. De actie, Vicento voor de 2-0. Nee, die mag er toch wel in. Hij stond in de punt van de aanval. Lex Immers stond op het middenveld. Weer een kans, Verhoek. Ja, en als dat soort ballen er dan niet ingaan, dan verdient Den Haag het misschien ook wel niet. De stad had zich er zoveel van voorgesteld, maar Den Haag kan zich richten op de competitie.
ADO en het veld. In het najaar van 2013 een groot issue. Dieptepunt is een onbespeelbaar veld in het midweekse duel met Vitesse. Met de wedstrijd loopt het wel goed af. De club grijpt in en zo wordt een half jaar eerder dan gepland kunstgras in het Kyocera stadion aangelegd. De eerste wedstrijd op het kunstgras in het Haagse stadion is op 29 oktober 2013. FC Twente wordt verslagen door een weergeloze treffer van Mike van Duinen. Mike van Duinen, hij heeft twee man bij zich. Is er dan voorbij? Heeft Rosales een dagvervolging? Van Duinen heeft drie man voorbij. Ja, Van Duinen, dit is mooi. Leg hem breed, Van Duinen, ja! Ten tijde van de veldverandering verhuist ADO Den Haag definitief van het Zuiderpark naar het Kyocera stadion. Vanaf nu wordt er niet meer getraind in het Zuiderpark. Het wordt gesloopt en is definitief Haagse voetbalhistorie. In mei 2014 maakt het voetbalkunstgras plaats voor een hockeyveld. Het Kyocera stadion is in juni het decor voor het WK hockey. Er is niets mooiers om te zien dan feestvierende hockeysters. Want Nederland is opnieuw wereldkampioen voor de zevende keer in de geschiedenis. Toon het maar aan de wolken. Sinds het begin van 2015 is ADO Den Haag officieel in Chinese handen. Sportmarketingbureau United Fansen heeft de aandelen van Mark van der Kallen overgenomen. Vrijdag 30 januari presenteert Wang Yu zich en maakt zijn ambities met de club bekend. Een dag later, tijdens het 110-jarig jubileumfeest, maken we verder kennis met de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag, Wang Yu.
Tijdens zijn verblijf in Nederland laat meneer Wang Yu zich ook van zijn sportieve kant zien. Hij is een groot voetballiefhebber, speelt zelf wekelijks en doet mee aan een hersteltraining van de selectie. Ik loop nu 15 jaar bij de club rond. Ik ben daar als klein jochie begonnen, als 10-jarig spelertje. Ik heb alle geledingen doorlopen en ook nog eens een keer het 11 jaar contractspeler geweest. En ik heb natuurlijk de mooie periode meegemaakt in de 60er en 70er jaren. Ja, dat was natuurlijk uniek. Het was vol huis altijd. Gemiddeld 17.000 mensen met toppers tegen Feyenoord Ajax. 28.000 mensen in het Zuiderpark. Ja, er zijn ongeëvenaarde successen ook geweest natuurlijk. We speelden toch altijd bij de top 4, top 5 mee. Natuurlijk bijna 300 wedstrijden hier heb ik gespeeld. Ja, het is gewoon, als ik nu terugkijk, ja, is het gewoon mijn club en ben ik blij dat ik voor deze club heb mogen spelen. En dat ik hier bijna mijn halve leven doormaak. En ik heb dan bij ADO en FC Den Haag en ADO gespeeld. Want dat is eigenlijk nu ADO, die 110 jaar. Dus drie verschillende componenten wat één club maakt. Ik heb 7,5 jaar bij toen de tijd FC Den Haag ADO gespeeld. En ja, het zijn mijn 7,5 jaar leukste jaren in mijn voetbalcarrière. Ik ben natuurlijk jeugdtrainer geweest, ik ben assistenttrainer geweest. Ik heb een hoop dingen hier meegemaakt. Ik heb er een hoop aan te danken aan de voetballerij. Ik heb een hoop te danken aan ADO Den Haag. Ik word nu nog steeds goed behandeld. En het zal voor altijd een club in mijn hart zijn, tot aan mijn dood toe. Nou, hele fijne jaren gehad. 5 jaar gezeten. Degradatie meegemaakt mijn eerste jaar. Meteen het jaar erop gepromoveerd. En uiteindelijk nog Europees voetbal gehaald. Wat denk ik voor Den Haag gewoon een hoofdprijs is. Dus wat dat betreft kijken we wel terug op hele mooie jaren. Hoe dat beleefd werd door het publiek met name. Want dat is toch de kracht van de club. Het volk stond helemaal achter de club altijd. En ja, ik kan me nog herinneren dat er rijen mensen staan stonden maandagmorgen bij de sigarenwinkels van Frans Kok op de Roesterkade om een kaartje te kopen voor de volgende wedstrijd. ADO was enorm populair in die tijd. Ja, dat is gewoon, ADO is gewoon een grote club. En de supporters die staan in goede tijden echt achter de club. Maar als het slecht gaat, dan hebben ze ook heel veel pijn ervan, want het zijn echt clubmensen. Dat maakt deze club ook heel speciaal. Ik denk dat de ADO Den Haag gewoon een club is waarbij je gewoon normaal moet doen. En het is een club van het volk. Supporters die altijd blijven steunen door dik en dun. Dus ik denk dat dat wel iets bijzonders is. Nou, voor mij is het ooit begonnen toen met een Europacup wedstrijd in Hongarije. Ik was toen geblesseerd en de spelers die hebben voor mij toen een vliegticket gekocht en een kaartje. Dat ik ook de wedstrijd kon bezoeken. Dus ik kom daar in het stadion aan en tot mijn verbazing zat ik tussen al die wouzen, zoals ik het toen de tijd zei. En daar is echt een band ontstaan tussen die supporters en met mij. En daarna zijn ze mij, toen ik terugkwam van een blessure van na 2 jaar, zijn ze mij gaan steunen en dat heeft me veel gedaan. Mijn tijd zou ik voor geen miljoen over willen doen. Ik heb zo'n mooie tijd bij ADO gehad. Als ik nog vanavond dit hier weer ziet, blijft het toch altijd een mooie, moeilijke, maar Haagse club. En ik hoop ook dat het Haagse hier blijft. ADO Den Haag bestaat 110 jaar. De afgelopen 10 bewogen jaren brengt de club van een bijna faillissement naar Europees voetbal. En nu, met de nieuwe Chinese eigenaar, zijn de ambities van ADO Den Haag nog meer gegroeid. Op naar de volgende 110.